Hallo kijkers van ShineSprites, welkom bij de allereerste battle van de DBA. Het is weer tijd voor zo'n lekker draft league seizoenetje en laten we de battle beginnen. Ik ben heel erg benieuwd welke drie Pokémons en bij welke kant ik sta. Ik heb eigenlijk, ja, ik heb wel goede Pokémon, maar ik heb verder niet zo heel veel verstand van, zoals jullie misschien wel weten van online battles. Ik weet dat Paddy en Jordi dat wel hebben. Dus ik ben gewoon erg benieuwd wat we ermee gaan doen. Ik hoop dat het gewoon... ja... dat ik iets van punten ga pakken. Laat ik het daarop houden. Sander moet de battle nog beginnen. Kom op Sander, je kan het. Nou, daar gaan we. Team A1, team A2. Milan, bij... Sander, oh nee, dit wordt pijnlijk. Oh, dit wordt pijnlijk. Oh, dit wordt pijnlijk. Oké. Ik kan de opponents teams checken wat ze mee hebben genomen. Ik heb geen vuurpokémon. Oh ja, ik heb wel een vuurpokémon bij me. Ik ga sowieso een vuurpokémon meenemen, heb ik al gezien. Enter, enter, enter. Ik ben dom. Let's effing go. Zit er een gedachte achter? Nee. Waarom is die hippopotas mee? Wat is dit? Spannend. Jordi maakt het spannend. Oké, daar gaan we. Milan en Sander versus Suyra en Chise. Ik moet wel zeggen, het is natuurlijk niet dat Sander en ik bij elkaar horen. We kunnen elkaar natuurlijk gewoon aanvallen, want het gaat erom wie het eerst... ja, gewoon degene die het einde haalt. Hoezo is die Ninetales nou weer shiny? Snow warning. Big oof. Oeh, ik mag Dynamaxen. Jij mag niet Dynamaxen. We beginnen maar gewoon met een hard hitting op de Ninetales. Die ik verwacht dat gaat beginnen met Aurora Veil. Maar van die Uxie weet ik helemaal niet wat ik moet verwachten. Ah, I withdrew the Ninetales. Oh, Glaceon. Oeh, nice. Met die Fire Blast kan ik best wel veel hitten. Boom! Daar is Pokémon's erin! Hij stealth rocked hem. Nice. Of nou ja, niet echt nice overigens, maar... ja. Ik ben benieuwd welke Pokémon die naar uitkomt. Ik verwacht dat die Ninetales terug gaat laten komen, maar... oeh, dit was een pijnlijke beurt voor Jordi. Of hij heeft een masterplan, maar volgens mij is het een pijnlijke beurt voor Jordi. zie je, hij komt de Ninetales terug. En dan denk ik dat hij gaat Aurora velen. Daarom denk ik dat ik nogmaals een Fire Blast ga doen. Wacht, Sludge Wave. Oh nee, laat ik... Ja, ik denk dat ik toch een Sludge Wave. Kijk, Ninetales Protect. Dan is het goed dat ik Sludge Wave heb gedaan, want dan... Dan raak ik de rest namelijk ook. Ja, dat dacht ik al. Dat dacht ik al. Oké, maar dat is niet erg. Dat is niet erg. Ik heb best wel wat damage aan hun kunnen doen. Hij knock off hem weer. Dat is niet echt genoeg. Oké, heb ik nog iets voor die Ninetales? Niet echt voor die Ninetales, laat ik deze maar doen, want ik denk... Ah, laat ik dat gewoon maar doen. Oeh, U-turn. Oké. Dat heeft heel weinig damage. Sander heeft Frostlas, maar daar gaat hij op dit moment niks aan hebben. Wat is hij nog meer? Kangaskhan, geloof ik. Wat een vieze staler, hè? Dat deed echt gewoon geen damage. Dat deed echt gewoon geen damage. Oh, hij probeerde hem te toxicen. Ook lefties. Oké, nice. Ik kan maar niet freeze, want ik ben asleep. Kijk, damage. Oh, dat was een crit. Kangaskhan is slecht. Holy shit. oké, heel stopt. Dat is op zich wel nice. Dan zal... dan is er best een kans dat Jordi gaat switchen. En dat hij dan straks weer terugkomt met de heel. To calm mind. Nee, weer de akkoord. Ik ben benieuwd. Durf ik nog een keer sleep talk te doen met de kans dat ik wakker word? Ik ga proberen te calm-minden. Ik hoop dat die Kangaskhan die Umbreon nog aanvalt en dat hij een beetje high roll heeft. Ah, heeft hij ook nog protect? Wat een kut! Wauw. Dit was wel een lekkere play wel. Dit was wel een lekkere play. Dit is een wat minder lekkere play. Durf ik nog een keer te calm-minden of niet? Dat is de vraag. Ik ga nog een keer calm-minden. Ga zo zien wat er opkomt als Sanders Kangaskhan. Ah ja, ja, daar kan ook nog, ja. Ferrothorn. Oh, had ik nou nog steeds... Met Celesso had ik echt de perfecte counter voor al die Jordi's Pokémons. Ik zei toch dat ik een vuur-Pokémon moest nemen. Lekker! Kaboom! Nice one. Nu hoop ik dat ik met Dark Pulse heel veel damage kan doen op de Pokémon die Paddy nu opgooit. Ik kan wel sowieso. Oké, Lucario. Daar kan ik heel weinig damage mee doen. Denk ik zo. Ja, ik kan wel Frostlass uitschakelen. nice. Oké, dit is nice. Dan is het dus alleen nog Alola Ninetales. En Sander is helemaal dood zo. Oh, dit deed ook veel damage. Nice. Additional warning, ja. Dan hoop ik dat... Ja, een fight aanval heeft niet zoveel zin, want hij is conferring natuurlijk. Not very effective op allebei. Ah, dan moet ik voor de Lucario gaan. Dan kan ik niet anders als voor de Lucario gaan. En hoop ik stiekem dat ze elkaar even aan gaan vallen. Okay, hij protect zich. Dat is op zich positief. Want ik zit op een Lucario, Meteor Mash en op mij. Oké. Nou, het doet redelijk wat damage. En de Dark was op hem, die moet dood zijn. Nice. Oh ja, Uxie heeft hij nog. Oh, en die Uxie is bijna dood. Het is zonde als ik... Het is zonde als ik nu niet rest en ik ga dood. Maar... Ja, het is ook zonde als die Uxie niet dood gaat. Oh. Zo gaat de Uxie wel. Oh, die was op mij. Kutzooi. Oké, Paddy is ook gonzo. Dan is het alleen nog maar tegen Jordi met 2 Pokémon. Alleen mijn derde Pokémon is volgens mij niet echt heel goed tegen... En hij is sneller, dus hij killt mijn Spiritomb sowieso. Hij killt Spiritomb sowieso. Ik ga nog proberen te resten, maar ik denk dat het... Oh ja. Oh ja. Ik denk dat hij, alsnog gaat winnen. Want hij heeft ook nog protect, dus hij kan gewoon protecten. Kan ik dan zien? Ja, dat kan ik zien. 80, 90. Oh, wacht. Nee, ik moet voor waterval gaan, want Player of kan missen. Oh, en hij freeze draaien. Ja, dan ben ik er geweest. Dan ben ik er geweest. Oh, op 1 AP! Nee! Nee! Oh, ik heb Aquajet! Oh, maar dan protect hij. Dan protect hij. Ik heb Aquajet. Ik kan hem winnen. Ik kan hem winnen. Ik heb Aquajet. Kom op. Hij doet protect. Ja, dat dacht ik al. Hij probeert mij... Oh, de heel is gestopt. Oh, de heel is gestopt. Oké. Ik kan hem winnen. Ik kan hem winnen. Oh mijn god. Ik kan hem winnen. Kaboom! See! eerste win is in de pocket. Bedankt voor het kijken van deze video. Vond je dit een leuke video? Doe een duimpje omhoog. Ik zie je heel graag weer bij de volgende video. Ik heb nog maar één ding te zeggen. Is adios amigos.